Woensdag webisode met Hanse Thomas. Vandaag zijn we in Doetinchem. Het is een hele bijzondere dag. We herdenken vandaag de slachtoffers die zijn omgekomen door zinloos geweld. Er is één heel bijzonder persoon bij vandaag. En dat is Hare Majesteit de Koningin. Dat maakt voor mij natuurlijk heel bijzonder en heel spannend. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een optreden. En niet zozeer omdat de koningin er is, maar de sfeerproef van alle mensen die verdrietig zijn. Mensen zijn kapot, die zijn aan het huilen. Dat pakt me toch heel erg. Ik ga mijn best doen voor ze. Het zijn foto's van alle mensen die zijn omgekomen. Ja, slachtoffer zijn geworden van geweld. Het is best wel, het doet je wel als je hier staat en je ziet al die mensen de foto's neerzetten, een kaarsje aansteken. Welkom in de eerste plaats aan alle nabestaanden van geweldslachtoffers. Om jullie, om ons, draait het deze zware, emotionele, maar toch ook wel weer een mooie dag. De verhalen van de nabestaanden, uw verhalen, zijn schrijnend. Het is goed om die intense ervaringen en gevoelens met elkaar te delen en om de slachtoffers te blijven gedenken hier opnieuw. Daarom zijn we hier vandaag weer bijeen in Doetinchem op deze 10e dag herdenken geweldslachtoffers. Dan gaan we nu luisteren naar het volgende lied van Hanse Thomas met de titel Beeld zonder geluid. Het is een eer om hier vandaag te mogen zijn met jullie. Al had niemand hier moeten zijn. Dit is Beeld zonder geluid. Is er dan tegenwoordig helemaal geen leven meer wat telt? Een moord is niet te verwerken, al willen wij allen zo graag. Er komen er steeds meer bij, elke dag de gedachte. Wie komt er nu weer bij vandaag? Elke dag opnieuw, een beeld zonder geluid. Woorden zonder stem, ik droom je steeds als ik mijn ogen sluit. Zonder geluid, woorden zonder stem, beeld zonder geluid van jou. We zijn hier, er zijn allemaal mensen met een lint. Daar staan alle namen op van de zoons, dochters, echtgenoten die zijn omgekomen door zinloos geweld. De koningin loopt nu langs alle namen en nabestaanden. Ik weet het, het was heel bijzonder. Ik heb ook helemaal niks, geen contact gehad met het programma. Ik heb eigenlijk niet voor me uitgekeken. Ik heb overdag gespeeld. Ja, ik ben. Het heeft me wel even opgepakt. Ja. Voor de zonder stem, beeld zonder geluid.